De provincie Overijssel investeert de komende jaren in jouw leefomgeving. Wil je weten waarin? Blijf dan kijken. In 2023 waren er provinciale verkiezingen. En met jouw stem heb je invloed gehad op de samenstelling van provinciale staten. In het coalitieakkoord staan 5 opgaves waarmee de provincie wil investeren in een goede leefomgeving en een goed welzijn voor alle Overijsselaars. Om te werken aan die 5 opgaves investeert de provincie de komende 4 jaar ruim 300 miljoen euro extra in Overijssel. Investeren in de landbouwsector. Onze investeringen in de landbouwsector zijn gericht op innovatie, kennis delen en ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden om een krachtige en toekomstbestendige landbouwsector te houden. Daarnaast werken we samen met onze plattelandsbewoners en ondernemers aan het verbeteren van de leefbaarheid op het platteland en we stimuleren natuurherstel voor een florerende natuur. Robuuste water- en energievoorziening. Onze investeringen in water en energie zijn gericht op het behoud van voldoende drinkwater en de opwek van duurzame energie. Voor ons drinkwater kijken we naar nieuwe en bestaande drinkwaterbronnen en zetten we in op drinkwaterbesparing. Voor duurzame energie zetten we onder andere in op smart energy hubs om opwek en het gebruik van energie slim te combineren. Versnelling van woningbouw. Onze investeringen in de verschillende fases van woningbouw versnellen de realisatie van nieuwe woningen. Met gerichte bijdrage willen we knelpunten wegnemen bij gebiedsontwikkelingen om nieuwe woningbouw vlot te trekken. Daarnaast zorgen we voor passende woningen die voldoen aan de behoeften van diverse groepen, waaronder ouderen. Omdat er steeds meer oudere mensen zullen wonen in Overijssel, dragen we bij aan het realiseren van meer woningen waar zij, met de juiste voorzieningen in de buurt, goed kunnen wonen. Versterking van de economie. Onze investeringen in de economie ondersteunen bedrijven via slimme structuren zoals Kennispoort en Ondernemershuis Deventer, waardoor innovatie, groei en vakmanschap worden gestimuleerd. Daarnaast bevorderen we de overgang naar een circulaire economie, waar duurzaam grondstoffengebruik centraal staat. Behoud van sociale kracht en een veilige leefomgeving. Onze investeringen in de samenleving richten zich op het waarborgen van culturele voorzieningen en het bevorderen van veiligheid. Door strategische investeringen behouden we een sterke culturele sector, terwijl onze inzet met veiligheidspartners bij het aanpakken van ondermijnende criminaliteit bijdraagt aan een veilige leefomgeving voor iedereen. Wil je meer weten over de perspectiefnota 2025? Kijk dan op overijssel.nl/2025.